tweede werkplek, het Hakaband. Tweede. Ja, eerst als bekendentafel. Ja, dit is lokaal 5. Dit was de derde werkplek van Boeg. Een klein probleem met dit kantoor. Als Rotterdam de putten schoonmaakte in de straat, dan spoot hier in het toilet het water tegen het plafond aan. Wat een paar keer gebeurd. Ja. Niemand zat erop, gelukkig. Nee, dat was nog mee. Best voor. En uiteindelijk zijn we natuurlijk verhuisd hier ook binnen de kant. Een paar deurtjes verder. Nou, we rijden nu dus in de Veerhaven. Eigenlijk, SC's, ik vind de Veerhaven wel het moment dat we de doorbraak hadden. We zijn volgens mij van 6 mensen naar 18 gegroeid. Bing! Allemaal leuke mensen trouwens. En ook buiten zijn we toen hard gegaan. Van, als ik over de Veerhaven denk, vind ik het sowieso prachtig, de Veerhaven. Echt Rotterdams. Rotterdams, want dit wordt het niet. Nog steeds op. Kijk, hier zaten we voor het raam. Volgens mij hebben we hier wel een jaar of 4 gezeten, Cees, ja, toch? Ja, om en nabij 4 jaar. We staan 8 jaar. Ja. En ik denk dat we nog wel weer terugkomen. Oh ja. Maar dat is onderbuik, hè? Dat is niks. Dat zou je graag willen. We zijn aangekomen bij ons huidige pand. Je kan het zien, hè? De mooie vlag, de mooie bestikkering. En er zit ook wel een lijn in, hè? Hebben jullie denk ik ontdekt als kijkers, dat wij steeds een uniek pand hebben. Het Van Udenpand in de Veerhaven, het Hakenpand en nu dit pand, hè? Het Wijdgebouw wordt ook wel genoemd. Het zijn allemaal panden die historisch ooit gebouwd zijn in Rotterdam, met een soort van kracht uitstraalt. En dat hebben we steeds weten te vinden.